De periode. De periode 1960-1970, dat is de meest krachtige periode van de Feyenoord. En zaterdag gaat hij een boek signeren in onze leeszaal. Ja, Jan van Oudenaar, Jan Oudenaar, daar moet ik zeggen. Ja, daar moet ik geen zin van. Dan wordt hij kwaad hoor, dan gaat hij slaan. Wordt hij kwaad. Jan Oudenaar is een echte Vreewijker, hè? Nou, niet geboren. Hij is geboren in Bloemhof, in de Ronkelstraat. En zijn ouders zijn geboren in de Pretorialaan. Maar hij heeft wel een gigantisch huis. Dus, hij woont op stand. Dat is de enige die geld verdient met boeken schrijven, geloof ik. Nou, het was een sociale... Nou, om terug te komen op het woningbeleid. Hij heeft een sociale huurwoning in Vreewijk. Waar de oud-wethouder van de PvdA in heeft gewoond in de jaren 30. En dat noemde ze sociaal? Dat was toen een redelijke huur, ja. Maar hoger dan voor de arbeiders dan. Hè? Ja. Maar ik denk dat hij gemiddeld nu €600 betaalt. Nu, voor dat huis. Er staat gewoon een kapitale villa die in Wassenaar niet zou... nou, ja. Zou ik me niet tegen zeggen. Je had hij me niet binnen moeten laten, zo simpel is het. Goed, aanstaande zaterdag, ja. Echt voor de Feyenoorders. Ja. En misschien wel leuk om er een wandeltocht naar te organiseren. Ja. En de boeken zijn geleverd door Donner. Ja? Ja. Nou en? Nou ja, daar verdienen hun er wat aan. Oh, daar verdienen ze er ook wat aan. Oké. Okay. En dat is allemaal bij jullie in de leeszaal. Op de Groene Zoom 275B. Ja. De leeszaal, dames en heren, we hebben het al een paar keer hier eerder aangegeven. Duizenden boeken. Variërend van heel oud, waar de zilvervisjes uitlopen. Tot aan echt fonkelnieuw, waar het plastic nog om zit. Hè? Nou, na Sinterklaas en na de kerst krijgen we ingepakte boeken. Ja. Die hoeven zelf niet meer in te pakken. Het is tweedehands, maar sommige zijn echt... Nou, nee, splinternieuw. Nee, die zijn... Die kan je zo aan je schoonmoeder geven. Nee, die zijn gewoon op een verjaardag gekregen en de volgende dag ligt die al in een doos om naar de leeszaal te gaan. Ja, zo worden mijn dwarsliggers weggegeven. Ja. Vroeger gingen ze nog maar de slechte, tegenwoordig gaan ze via de leeszaal gaan eruit. Ja, ja. Nou, ik vind het wel een eer om bij jullie te liggen trouwens. Ja, ja, ja. Hartstikke mooi. Het is dinsdag tot en met zaterdag is geopend van 10 tot 17 uur. Ja. Aan de Groene Zoom, dames en heren. Ja. Groene Zoom kent iedereen, want Jos Brink heeft daar gewoond, hè? Om de hoek. Ja, er staat een beeld op een plein en die wordt ondergescheten altijd. Dan heeft altijd een witte plek op zijn hoofd. Ja. Hij is boven zo'n tak en die schijten al. Nou, dat zegt natuurlijk niks. Hè? Ik bedoel, nee. Maar, moet kunnen. Wat jullie ook hebben in de leeszaal Vreewijk op zondag 2 juni. Start om 19:30. Is wel iets heel bijzonders. Recent hebben we dat op televisie kunnen zien, dames en heren. Ik heb zelf helaas maar één aflevering kunnen zien. Maar volgens mij hebben velen meerdere afleveringen gezien. Ja. Van een Poolse journaliste. Ja. Die, ja, ze woont in Rotterdam. Ze woont op Zuid. Ze woont ook op Zuid. Oorspronkelijk een die hier onderzoek heeft gedaan en mensen heeft geïnterviewd en daar een documentaire van heeft gemaakt. Nou, ze heeft een Nederlandse moeder en een Poolse vader en ze woont op het Noordereiland. Hoe heet ze? Moja Polska, was de naam van de televisieserie. Ze heet Dora van Duivenbode. Heel Poolse naam, dat is een hele Poolse naam. Weten de meeste Polen. Jan? Maar de Polen vinden het niet zo leuk, want het is net alsof wij over Nederland iets vertellen. Alsof we uit het buitenland komen en dan mensen die dan ons zien lopen door Rotterdam. Ja. Dan zeggen ze ja, maar dat klopt niet helemaal wat hij zegt. Zo kijken de Polen naar Dore Duivenstein, Duivenbode. Alsof ze iets onwaars vertelt eigenlijk. Oppervlakkig. Ja. Maar ze is wel genomineerd voor de Bob den Uylprijs. Ja. Beste reisboek. Ja. Dus het is niet zomaar iemand die... Nee, het is een hele... Maar de lezing is volgeboekt hoor, dus er kan niemand meer bij. Dus dames en heren, 2 juni en 18 mei, aanstaande zaterdag, gewoon lekker, als je niks te doen hebt, naar de leeszaal Zuid, of leeszaal Vreewijk gaan. Ja. Je hebt 2 boeken meegenomen. Ja. Althans, 1 heb ik geruild met jou. Ja. Die vond ik zo mooi. Het bombardement. Heeft hij ingepikt. Heb ik ingepikt. En ik heb daar in ruil voor gedaan. Ook een fonkelnieuw boek. Hij plaat in verzet. En, jij wilde ze verloten. Ja. Ja. Nou, hartstikke leuk. Hoe had je dat gedacht? Nou, ik dacht bij dit boek.
iemand met een Duits-achtige achternaam. Als die zich meldt. Ah, Herr Kooijman, wie geht's? Alles goed? Alles zu Hause? Ja. Die Fahrrad en hier nogmaals. Nee, dat maakt een grapje hoor. Heeft er iemand een Duitse achternaam? Durf je dat te zeggen, zo een beetje na 74 jaar? Ik heb het niet genoeg. Ben jij er geboren? In Mannheim. Ja. Nou, dat mag ze. Vind je dat niet Nou, omdat zij een geboren Duitser is, geneutraliseerd, dan mag zij dat hebben. Omdat jij een geboren Duitser bent, Rotterdam, geblaakte stad, kan je zien wat je opa hebt geflikt. Roel zou zeggen, die heeft heldertering zo plat gegooid. Maar wo is die Altstad, vragen ze dan, hè? Ja. Ja. Alsjeblieft. Ja. Ja, en hij plaat in verzet. Ja, dit is een boek dat komt nog niet voor in... ik ben hem één keer tegengekomen in de leeszaal. Kan dat? Of hoe lang is dat geleden? Ja, heb ik voor je verjaardag gegeven. Weet ik veel dat jij hem dan tussen de oude boeken zet. Nee, maar Leeszaal Vreewijk heeft een hele grote collectie Rotterdam boeken. Maar waar ook een groot deel te maken heeft met de oorlog. En de boekenstroom die is nog steeds niet opgedroogd. Er zijn zoveel mensen die herinneringen gaan opschrijven. En soms is het interessant of romantisch, geromantiseerd. Maar van de Joodse mensen is het eigenlijk toch... Ja, dan moet je toch een paar keer het boek wegleggen. Want dat is toch niet... dat is gewoon niet leuk. Nee. Is het, en daar zit een meneer. Die is van het Orgelmuseum. In de Breepleinkerk. Ja. En daar is, daar is ook een boek van verschenen. Ja, die moet je ook af en toe... die kan je niet één keer uitlezen. Moet je toch een beetje gedoseerd... Maar we gaan hem weggeven. Aan iemand hier aanwezig. Is er iemand... die op Heiplaat is geboren, of Heiplaat, je mag liegen hoor, dan heb je toch een boek te pakken. Maar heeft er iemand iets speciaal met Heiplaat? De Waalhaven? De Waal. Jij hebt gewerkt in de Waalhaven? Leugenaar? Nee. Oh, okay. Ik ben daar, ik was bij de politie toen, reed ik nog in die C10's rond en dan ging ik s'nachts bij Paultje in de portiersloge en lag hij te slapen. Oh, ja. Maar er zijn veel Rotterdammers die familieleden hadden die op de RDM werkten. Ja. En menig klein staalplaatje is wel eens naar huis meegenomen. Ik geef hem aan jou. Alsjeblieft, volgende week over horen. Dames en heren, mag ik een groot applaus voor deze geweldenaar? Dank je.